Onderzoek is voor groenhuizen enorm belangrijk. Onderzoek geeft immers een sterke impuls aan kwaliteit en ontwikkeling binnen groenhuizen. De samenwerking daarin met Transo is voor ons cruciaal. Wij zijn dan ook erg blij dat Peter van Rode de kans krijgt om promotieonderzoek te doen. En hij doet dit onderzoek naar een heel actueel en relevant thema. Wij wensen Peter heel veel succes toe met dit promotieonderzoek en zijn enorm benieuwd naar de uitkomsten. Nou, mijn naam is Peter Verrode en ik ben werkzaam als gezondheidszorgpsycholoog bij Groenhuizen sinds 2009. En sinds april dit jaar mag ik ook werkzaam zijn als science practitioner. Onderzoek heet Samen Gescheiden en dat onderzoek richt zich op nog thuiswonende oudere echtparen. We zien in Nederland dat mensen steeds ouder worden en dat is heel mooi. En dat mensen ook steeds langer thuis blijven wonen. Maar voor sommige echtparen komt er een moment dat één van de twee opgenomen dient te worden. Omdat ze lichamelijk achteruit gaan of dat er sprake is van toenemende vergeetachtigheid. En ik ben heel benieuwd wat dat nu met beide partners doet. Ik heb ervoor gekozen om met ouderen te werken omdat ik heel erg geïnteresseerd ben in hoe ze hun leven geleid hebben. Wat ze hebben meegemaakt. Soms trap ik mij er wel eens op dat ik toch wel lang kan luisteren naar hun verhalen. Omdat ze natuurlijk toch enorm veel wijsheid hebben opgebouwd in hun leven. En dat ik zodoende ook nog wat van hun kan leren. Mijn motivatie voor dit onderzoek is dat ik al bijna 20 jaar werkzaam ben in de ouderenzorg. Dat betekent dat ik ook heel vaak bij de mensen thuis kom. En ik merk vaak bij oudere echtparen dat ze er moeite mee hebben als een van beide partners fors achteruit gaat. Dat kan zijn op het gebied van ziekte. En lichamelijke ziekte, maar dat kan ook zijn als mensen toenemend vergeetachtig worden. Met mijn onderzoek hoop ik te bereiken dat het proces van opname, al dan niet gedwongen, van een oudere die ziek is en nog een partner heeft, dat proces wel vergemakkelijk wordt. Dat het voor beide partners minder stress oplevert, dat ze weten waar ze aan toe zijn. En dat ook na de opname van een van beide partners er nog aandacht is voor de thuiswonende partner. En daar ook nog wat begeleiding voor gegeven wordt.